Op social media zie ik de laatste tijd best veel voorbij komen over vitamine D. Het zou je weerstand verhogen en het zou ook de kans op corona verkleinen. Ik ben benieuwd hoe het zit en praat erover met onze expert Iris. Hoi Iris. Hey Lokje. Ja, vitamine D, hoe zit dat precies? Waar heb je het eigenlijk voor nodig? Nou, je hebt vitamine D nodig om calcium uit je voeding te kunnen opnemen en vastleggen in botten en tanden. Dus je hebt het nodig voor sterke botten en tanden. En daarnaast speelt het een rol bij een goede werking van je spieren. En zoals je al zegt, het speelt ook een rol bij de weerstand tegen infecties. Ja, over weerstand hoor ik inderdaad veel. Maar klopt het ook dat vitamine D beschermt tegen het coronavirus? Nou, daar wordt sinds de coronacrisis onderzoek naar gedaan. En dan kijken ze naar het vitamine D-gehalte in je bloed en het optreden van een infectie met het coronavirus. Observationele studies heten dat. En is er dan een verband? Misschien. Er lijkt inderdaad een verband te zijn tussen een lagere vitamine D-waarde in je bloed en een grotere kans om het coronavirus te krijgen. Maar toch kunnen we daar niet uit concluderen dat vitamine D beschermt tegen een infectie met het coronavirus. Oké, waarom dan eigenlijk niet? Nou, dat komt omdat de gegevens tot nu toe vooral komen uit observationele studies. En dat zijn studies waarbij je kijkt naar de gegevens van een grote groep mensen zonder dat je zelf iets aan de situatie verandert. Uit dit soort studies kun je geen conclusies trekken over oorzaak en gevolg. Want je weet niet of die lage vitamine D-waarde de oorzaak was van die coronavirusinfectie of dat het misschien juist wel een gevolg was van die coronavirusinfectie. Of misschien zelfs dat er een derde factor in het spel is die zowel die lage vitamine D-waarde verklaart als die infectie met het coronavirus. Ah, dus als ik het goed begrijp hoef ik niet meteen naar de drogist te rennen om een pot vitamine D in te slaan. Nee, dat hoeft voorlopig nog niet. We wachten eerst vervolgonderzoek af, waarbij ze één groep vitamine D-supplementen geven en de andere groep niet. En dan ga je tellen en vergelijken in hoeveel gevallen er een coronavirusinfectie optreedt in allebei de groepen. Maar op dit moment is er nog onvoldoende bewijs om heel Nederland een vitamine D-supplement te adviseren om een coronavirusinfectie te voorkomen. Nou begreep ik wel dat er in Nederland bepaalde groepen zijn die wel beter een vitamine D-supplement kunnen nemen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er zijn groepen in Nederland die het advies krijgen om elke dag een supplement van 10 microgram te nemen. Maar dat ligt dus aan die calciumhuishouding, dus voor die sterke botten en tanden. En dan gaat het om groepen met een getinte huidskleur, gesluierde mensen, mensen die overdag niet veel buiten komen, kinderen tot 4 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen boven de 50. En voor mannen en vrouwen boven de 70 geldt het advies om 20 microgram per dag te nemen. En de rest van de mensen, hoe krijgen die voldoende vitamine D binnen? Nou, de meeste mensen krijgen genoeg vitamine D binnen via hun huid en via de voeding. In je huid wordt vitamine D aangemaakt onder invloed van zonlicht. En uit je voeding haal je het vooral uit vette vis en een beetje ook uit vlees en ei. En in Nederland wordt de halvarine, de margarine en de bak- en braadproducten verrijkt met vitamine D. Ik hoor je ook zeggen dat je het ook uit zonlicht haalt. Nu is het nu heel erg grijs buiten. Hoe krijg je in de winter voldoende vitamine D binnen? Ja, klopt. In Nederland staat de zon in de winter te laag om voldoende vitamine D aan te maken in de huid. Maar in de zomer bouw je een voorraadje op waar je dan in de winter op teert. En stel nou dat je niet in een van de groepen valt die het advies krijgen om een vitamine D supplement te nemen, maar dat je in de zomermaanden heel weinig buiten bent geweest. Kan het dan kwaad om een vitamine D supplement te nemen? Nee, dat kan op zich niet zoveel kwaad, maar hou je wel aan die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 10 microgram per dag. Oké, dus als ik het samenvat, is er op dit moment onvoldoende bewijs dat vitamine D-supplementen helpen tegen het coronavirus. Maar krijgen een aantal groepen in Nederland wel het advies om een vitamine D-supplement te nemen om te zorgen voor sterke botten. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Nou, hartstikke duidelijk. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Heb jij nou ook een prangende vraag aan een van onze experts? Stel hem in de comments hieronder.